Oh, nou, jongens, we hebben morgen een toets. Dus als je naar school zou komen, is het heel, heel fijn zijn. Oh ja, mevrouw, is goed. We moeten vorig op tijd zijn, hè? Ja, vooral jij, Julian. Jij komt altijd te laat. Dus je moet sowieso op tijd zijn deze keer. Oh man, ik wil niet nog een keer te laat komen. Wat moet ik nou doen? Oh, Julian, ik denk dat het beste is als je gewoon heel vroeg probeert op te staan. Julian, we gaan. Kom je ook mee? Oh, Steve, ik moet morgen op tijd komen. Heb je een enige manier om hoe dat ik zeg maar vroeg op school kom? Ik heb geen idee. Misschien als je op school blijft slapen of zo. Dat zou wel grappig zijn, toch? Hallo, ja, ja. Dit is de directeur. Wat? Julian, misschien kan je het regelen met meneer Tjurlig. Is dat geen goed idee? Of, nou ja, straks vindt hij het. Straks weet hij dat we dit gaan doen en dan wordt hij boos op ons. Waar hebben jullie nou over, jongens? We zijn hier aan het praten. Ach, Julian Vogel, ben je weer eens problemen aan het veroorzaken? Nee, kan je alsjeblieft niet mee bemoeien? Het heeft niks met jou te maken. Ik en Steve lopen wel alvast door. Maak je maar geen zorgen. Ik hoop het maar. Ik hoop dat er geen problemen meer komen. Nou, wat is er zo vervelend toch altijd? Waarom moeten we onze plannen altijd verpesten? Ja, ik heb geen idee. Maar ja, in ieder geval, hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we dit plan uitvoeren? Hé, hey, Julian, wat zijn jullie daar aan het bespreken? Wouden jullie iets vragen? Hoe gaan jullie morgen op tijd op school komen? Ja, precies, daar had ik het net met Julian over. Ik dacht dat het een goed idee zou zijn om op school blijven slapen. Op school slapen? Dat kan toch niet? Waar gaan we dan slapen? De school is dicht. We kunnen niet zomaar ergens slapen. Ik heb een idee. Steve, wat als we nou een tent pakken en als we die gewoon op schoolplein zetten en dan gewoon slapen? Ja, dat is toch een goed idee, jongens. Dat kan toch? Nou ja, op zich kan dat wel, maar ik denk dat het veel te koud wordt, denk je niet? Waar hebben jullie het nou over? Mag ik ook horen wat het gesprek is? Ja, ik ook. Ik wil ook weten wat er aan de hand is. Nou ja, we willen op school blijven slapen, zodat we morgen op tijd zijn voor de toets. Ach, alsjeblieft, Steve. Niet zoveel mensen vertellen wat we gaan doen. Ach, Julian, maak je maar geen zorgen. Het komt allemaal goed. Ach, ja, in ieder geval kan ik jou wel vertrouwen, toch? Natuurlijk. Nou ja, in ieder geval, ik vind het niet zo'n goed idee. Maar als jullie het willen doen, dan doe je het maar. Steve, niet aan iedereen vertellen. Straks verklikken ze ons. Nou ja, Julian, ik denk dat wij ook gewoon thuis blijven slapen. Dus misschien kunnen jullie met jullie drie het uitproberen of zo. Jullie gaan het ook niet proberen? Echt? Weet jullie het zeker? Nee, wil het niet. Nou, is goed. Doei. Tot morgen. Nou, dan zijn we het alleen wij drieën, Julian. Dat is goed. Nou, in ieder geval, als ik op tijd kom, zou het hartstikke fijn zijn. Maar, dit is wel een probleem. Hoe komen we naar een tent en al de rest? Nou ja, even denken. Hoe komen we aan een tent? En hoe komen we aan alles andere wat we nodig hebben voor morgen? En hoe laten we onze ouders bij gewoon hier... Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze ouders ons hier laten slapen? Ik heb geen idee. Misschien kunnen we elkaars ouders bellen en zeggen dat we bij elkaar blijven slapen. Ja, ja. En dan bel jij jouw ouders en dan zeg je dat ze bij mij slaapt. Oké, okay, dat zal ik doen. Hoi mam, mag ik vandaag bij Julian blijven slapen? Ja, het is om te leren en zo. En we gaan gewoon blijven spelen en zo. Oké, okay, dat is een goed idee. Nou, Julian, bel jij je ouders ook maar. Huh? Wat is er aan de hand? Oh, meneer Tjule gaat nu weg. Oké, okay, jongens. Hij gaat nu weg, dus we kunnen naar binnen. Oké, okay, als we niet naar binnen kunnen, hebben we wel een tent nodig. Dus we kunnen alvast even kijken waar we precies onze tent kunnen neerzetten. Er zijn heel veel mensen op het speelpleintje. Denk je dat het daar misschien rustig is vanavond, dat ze hier kunnen blijven? Oké, okay, ik bel mijn moeder hier. Mam, ja, ik blijf vandaag bij Louise slapen. Ja, ik kom morgenmiddag thuis. Is goed, oké, okay, doei. Ja, ja, maak je maar geen zorgen, alles komt goed. Maak maar geen zorgen, ik blijf bij Julian slapen, dus alles komt goed. Ja, oké, okay, is goed, doei. Oké, okay, en hebben jullie mijn ouders ook al gebeld?
Ja, we hebben het gebeld. Oké, nou, kunnen we in ieder geval de tent opzetten? Ja, nou, ik heb hier de tent en hij is al bijna opgezet. Dus daar kunnen we dus in slapen. Even kijken. Waar kunnen we het beste opzetten? Is dat wel een goede plek of moeten we hem eigenlijk verplaatsen? Ah, zo is het goed. Nu is iedereen weg en nu kunnen we onze tent netjes opzetten. Ja, het is alleen best wel koud. Ik weet niet of dit zo'n goed idee was eigenlijk. Nou ja, in ieder geval is het wel een stuk beter dan thuis blijven. Dit is veel leuker. Nou ja, Louisa, ik weet niet. Ach, ik maak me eigenlijk wel zorgen, maar... het beste wat we kunnen doen is gewoon gaan slapen, toch? Je ziet er ook echt heel moe uit. Zo, de tent opgezet, jongens. We kunnen erin. Nou, volgens mij is het wel een beetje fris hier, hoor. Ik weet niet of we dit kunnen overleven. Oh, het is wel een beetje knus. Maar het valt wel mee. Ja, nou, dit is dus de tent waar we vandaag in verblijven, jongens. Ik weet niet zeker of ik hiermee wel wil doorgaan. Ik weet niet of dit een goed idee is. Zo, laten we gewoon gaan liggen. Steve, misschien wordt het dan beter. Oh, ik weet niet hoor. Ik ben ook een beetje bang voor het donker en al deze beestjes. Ja, we zitten ook echt gewoon buiten in een parkje. Wat als iemand ons ineens kon pakken? Jongens, ik weet niet of ik dit kan hoor. Misschien ga ik naar huis. Wat? Ik kan niet zomaar naar huis gaan. We waren dit aan het plannen. Kijk daar dan. Het ziet er super eng uit hier. Ik ben het wel met Louisa eens. Het is best wel eng hier en ik heb het heel erg koud. Ja, misschien kunnen we beter naar huis gaan, Julian. Ach man, dan gaan we naar huis. Ach, Jezus. Oh man, ik hoop dat ik vroeg genoeg op wakker word, zodat ik op school kan komen. Oh, oké, nu ben ik op school. Even kijken, ben ik op tijd? Oh, wat doet hij hier zo vroeg? Oh wauw, ik ben als eerste, jee. Oh, Julian, waarom ben jij nog zo vroeg op school? Oh wauw, Julian, je bent er ook al. Oh, gelukkig, ik ben op tijd. Oh, gelukkig. Nou, Julian, je bent voor een keertje op tijd. Gelukkig maar. Ja, inderdaad, ik ben op tijd. Dus er is helemaal geen probleem. Ja, nou, in ieder geval blijf het ophouden. En zorg ervoor dat je niet weer te laat komt, oké? Nou, nu ga ik verder met mijn dingen en dan zie ik jullie later waarschijnlijk nog een keer. Oh man, ik ben zo blij dat ik op tijd ben. Ach, het zou zo erg kunnen zijn. Maar ik ga vandaag de les overnemen, dus ik hoorde net dat mevrouw ziek is. Dus ik ga jullie vandaag helpen met de les. Wat? U gaat ons helpen met de les? Wat? Dat is zo stom.